Hoi, vandaag een filmpje over mijn sollicitatiegesprek. Nu zul je denken, een filmpje over een sollicitatiegesprek, boeiend. Ja, het was dus echt zo boeiend om een filmpje over te maken. Ik vond het een beetje moeilijk om... Ik wilde er iets over schrijven. In ieder geval laten weten aan jullie hoe het was gegaan. Maar het, ik dacht, hoe kan ik dat nou een beetje leuk brengen? Het is een beetje ja, moeilijk, lastig... leuk over te brengen, want in een artikel is het gewoon veel te veel tekst, zonder foto's, iets. En in een filmpje is het heel lang gepraat, dus... Maar het is sowieso echt handig als je denkt, ik ga belust solliciteren, want zo simpel is het niet. Ik heb mijn sollicitatieformulier dus opgestuurd en ik werd eigenlijk heel snel uitgenodigd voor een gesprek. In het mailtje was duidelijk wel te lezen dat het om een groepsinterview ging en dat alles in het Engels moest. Dus daar was ik al redelijk over in paniek, want een groepinterview, hoe gingen ze dat doen? Dat ging sowieso, ja, zou dat heel anders gaan dan een normaal sollicitatiegesprek? En hoeveel mensen zouden erop afkomen? Geen idee. Ik las al op het lunchforum dat er meerdere mensen waren uitgenodigd, alsof je maar je formulier, je cv hoefde op te sturen en je werd al uitgenodigd. En het moest ook nog eens in het Engels en ik ben echt... redelijk slecht in Engels, gewoon in begrijpen gaat nog wel om gewoon te luisteren, maar mezelf uit te drukken in het Engels vond ik heel lastig. Dus daar heb ik me eigenlijk gewoon niet druk over gemaakt, want je kan je daar eigenlijk ook niet echt op voorbereiden, want je hebt geen idee wat er gaat gebeuren. Dus ik heb me een beetje ingestort. Het gesprek was in Den Haag in de lunchwinkel en het was om 6:30. Ik dacht nou, om 6:30 ik... eet niet, ik eet daarna wel. Hoe lang zal een gesprek duren? Dat duurt niet langer dan een half uur. En ik stond voor de winkel te wachten en er kwamen eigenlijk steeds meer mensen. En iedereen kwam ook vragen die daar winkelden nog van wat de is hier aan de hand? Er bleken dus 40 mensen uitgenodigd te zijn, 40, in een lunchwinkel, zie je het voor je. En niet iedereen was voor de vestiging Rotterdam, er waren ook een paar voor Den Haag, dus ik stelde er maar op in dat er gewoon heel veel voor Den Haag waren. Dat ik echt heel veel kans had. Ik bleef heel positief, al was het echt ontzettend moeilijk. Het eerste wat wij kregen was een blaadje. Met daarop de vorm van een poppetje. Je moest je naam opschrijven. En in dat poppetje moest je karaktereigenschap van jezelf zetten. Nou, toen ik dat hoorde schoot echt alles te binnen. Karaktereigenschappen. Nou. En toen was het, ja, je moet het wel in het Engels doen. En toen blokkeerde ik eigenlijk een beetje. En heb ik maar... ongeveer 10 dingen op kunnen schrijven. Vervolgens kregen wij 5 verschillende opdrachten. Moesten we ze rondlopen naar de volgende, naar de volgende. En alle mensen die zeg maar daar werkten en de opdrachten gaven, die waren, die kwamen uit het buitenland. Ik kwam uit Mexico, de andere kwam uit Engeland, Duitsland en ze spraken allemaal Engels. Ze konden eigenlijk wel allemaal redelijk Nederlands verstaan, maar ik heb maar daar eigenlijk heb ik echt geen Nederlands gepraat. Gewoon om streng voor mezelf te zijn. Dus, ja. De eerste opdracht was 3 vragen. Je moest een kleur beschrijven zonder de kleur te noemen. Dus ik zei Barbie, meisje, Snow Fairy. Toen was de vraag welke 2 nummers zou je in de winkel draaien. Toen zei ik The White Stripes en een liedje van The Mat. Gewoon om mijn muzieksmaak weer te geven. En als derde, waarom pas jij bij Lush? Nou, iedereen... Per groep waren het 8 mensen en iedereen... Ik was iets van 5 à 6 aan de beurt. En iedereen had al gezegd enthousiast, behulpzaam en dat soort dingen. Dus ik had wat eigenlijk... Ja? Ja. Ja, zo. Hé, hey, moeder is weer thuis. Dus, ik had eigenlijk was heel erg bezig, ik weet niet waarom, om eigenlijk iets anders op te noemen. Dus ik zei hardwerkend, persoonlijk gericht mensen helpen. Toen gingen we naar de volgende groep. Moesten we een voorwerp pakken, ze hadden bakjes, zakjes, dingetjes en een pen en zo. Dat soort voorwerpen, daar moest je een voorwerp van uitkiezen en je moest iets uit de winkel pakken. En dan moest je het op een telstel manier aanprijzen dat het geweldig was, maar je moest dan... Dit is bijvoorbeeld een crème, maar dan moest je zeggen dit is slagroom. Je moest er iets anders van maken. En dat moest je dan verkopen in het Engels. Dus je moest iets pakken, je moest kiezen wat je ervan ging maken. Je moest het presenteren aan je groep in het Engels. En dat was... Ik ken al die mensen niet, ik kan geen Engels.
ik ben sowieso niet heel erg fantasie, creatief. Het was echt. Ik stond echt. Ja, this is sandwich that tastes like cotton candy. Dat had ik dus verzonnen. Ik deed het ook wel, weet je. Toen gingen we naar die jongen, die kwam uit Mexico. Hij leek echt op Fez uit de Dead 70 Show. Het was altijd ook zo dat haar zo in het stoeltje. Oh, zo grappig. Toen moesten we een product uitkiezen. Er stonden ongeveer 10 producten van Lush op de tafel. En dan moesten we er één uitkiezen en die moesten we dan verkopen als het Lush product. En ik had een massagebar uitgekozen. Ik wist de naam er niet van, maar ik wist wel wat het was. Dus dat ging ik gewoon verkopen. Yeah, this is a nice massage bar. Chocolate in it. Every girl likes. And so you can melt it in your hands. And then it get oily. And you can rub it. And you can also use it on a massage. It's very nice. Smells very nice. Smell it. Mijn Engels is gewoon zo. Maar verder ging het wel goed. Ik ben ook gewoon als eerste probeer ik te beginnen. En dat soort dingen. Nou, die vest ging ook daarna nog, toen we klaar waren, ging die ook zelf dingen laten. Toen heeft hij nog die massagebar op mijn arm gedaan. Heeft hij zo lekker gemasseerd. Heeft hij daar met vanille puff powder op gedaan. En daar ging nog bubbels blazen. Toen dacht ik echt, oh my god, ik wil echt alles hebben wat je nu verkoopt aan. Maar goed, de winkel was gesloten. Vervolgens moesten wij zeg maar een soort cadeau wat wij zelf zouden zijn. Ik begreep de opdracht echt. Het was, werd in het Engels uitgelegd en dacht zo. Dus ik had een teddybeer getekend met een grote strik eromheen, roze glitters. En die teddybeer was dan fluffy, roze, rook naar snoepjes, zoet, girly, fluffy, sweet. Dat was ik. Cute, whatever. Zoiets had ik verzonnen. En iedereen had eigenlijk zo'n pakje, zo'n vierkantje met een strik eromheen, had dat getekend. En die had er dan naast geschreven wat er dan in zou zitten. Dus ik weet niet of ik het nou verkeerd heb begrepen of dat ik gewoon heel creatief had nagedacht. Vervolgens kregen we een vraag. Wat was een challenge? Een uitdaging in je werk of je leven? Vond ik heel moeilijk. Want ik had echt zoiets van. Er is maar één uitdaging in mijn leven geweest. Daar kan ik eigenlijk niet omheen. Maar om dat nou weer zo in de groep te gooien van. Ja, afgelopen jaar was een beetje kut. Ik heb mijn broer verloren en mijn moeder was toen ziek. Toen had ik als iets van, ja weet je, ik heb niet zo'n zin om dat zo mee te koop te lopen van look at me, I'm sad. Maar toch heb ik het op een of andere manier, zei ik, ja begrijp ik het goed. Ja, ik wil het niet, eigenlijk niet zomaar eruit gooien, maar toch. Toen zei ik, ja, I lost my brother. Het was iedereen zo, oh! En toen my mother gets to the hospital, bla bla bla. Dat was wel heel erg van, ja. Het was een beetje warrig, maar het was eigenlijk zo duidelijk dat ik dat wel moest vertellen. Vervolgens de leukste baan die je had gehad en dat was parkingwartje. Ja, dat soort vragen. Eigenlijk was het echt. Ik ben 2 uur lang bezig geweest. Ik was pas om 8:30 klaar. Het was ontzettend leuk. Echt super moeilijk voor mij. Maar ik was echt trots dat ik het had gedaan. En ik geloofde er ook echt in. Want ik was gewoon echt heel trots op mezelf. En we kregen nog een goodie bag mee met daarin Lush Magazine en een Solid Perfume. Solid Perfume. Voor mij zeg ik het verkeerd, maar ja, Engels hè. Primark. En snap je het nog? En ja, dat is dus zeg maar, je bent gewoon 2 uur lang bezig. Je moet Engels en je moet opdrachten doen. En dat is echt, dat was zo moeilijk voor mij, maar ik had echt alle vertrouwen in. Maar helaas werd ik gebeld ook het weg geworden en het is, dan wil je eigenlijk een reden weten waar je echt wat aan hebt zodat je de volgende keer het gesprek in kan gaan met daaraan moet ik werken. Maar je krijgt eigenlijk altijd als je wordt afgewezen, ja het is niet persoonlijk, we hebben iemand anders gevonden en ik wil echt betere feedback, geef maar gewoon een keihard commentaar. Dan word ik de volgende keer gewoon weer afgewezen. Shit. Ja, ik vond het echt jammer, want die avond had me zo enthousiast gemaakt. Ik vond het echt ontzettend leuk. En ik was gewoon gelijk weer helemaal verliefd op die producten. En het hele gedachte achter Lush. En ja, ik vind het echt ontzettend minder dat ik weer ben afgewezen. Want ik had
erg naar uitgekeken van yes, eindelijk weer iets positiefs, lekker aan het werk waar ik helemaal enthousiast over ben en mezelf helemaal lekker geven en ja, lekker met uiterlijke verzorging bezig zijn, eindelijk een leuke baan en dan helemaal in een nieuwe winkel beginnen en dat allemaal meemaken. Ik vond het echt helemaal spannend en leuk en ik had er echt al helemaal zin in. Dus dat is weer helemaal kutty. Dat dan weer een beetje, ja. Ik keek er echt ontzettend naar uit. En ik had er ook echt gewoon vertrouwen in. Van nou, ik word gewoon gebeld en ik ben het gewoon. Want ik heb gewoon zo mijn best gedaan voor mijn doen. Heb ik echt dingen gedaan die ik normaal echt nooit zou durven. Ik bel echt hard. En heb ik mijn sollicitatie CV weer gestuurd naar Sephora. Vorig jaar was ik er uitgenodigd, maar toen was ik net aangenomen bij de Bijenkorf. Dus ik hoop dat ze me weer gaan bellen. Sephora, call me! I want that! Bij Lush wil werken. Het is niet dat zo simpel helaas om aangenomen te worden. Maar ja, geef nooit op, weet je. Als je iets wil, dan moet je het ook echt wel proberen altijd. En ik ben sowieso echt, door deze avond heb ik echt heel veel geleerd. En ben ik verder gekomen en heb ik wel weer helemaal zin in om een baan te vinden die bij me past. Dus ik ga hard aan het werk. En als jullie nog leuke sollicitaties ergens zien hangen in Rotterdam of zo, bij een winkel. Ja, met uiterlijke verzorging. Dat je denkt, zo, dat is echt iets voor Sanne. Dan moet jullie even een berichtje achterlaten. En ja, bedankt voor het kijken.